Nou, Miran, op weg naar de speeltuin. Ja, ze bestaan 5 jaar vandaag. Dus ga eens even kijken of er nog wat leuks... Ik ben 5 jaar! En jij bent 5 jaar! Nou, toevallig. Wat is het leukste in de speeltuin? Gewoon de glijbaan. Zo, die is erg hoog. Dat is een hele steile glijbaan. Hey Miran, wat is er nog meer om wat te doen? De hoge glijbaan. Je kent een weggetje. Ja, nou gewoon. Zo. Waar gaan we naartoe, Miran? Dit is een volger. Is dit een padvinderspad? Nee. Wat dan? Nou, met Miran naar de speeltuin is wel een hele uitdaging. Hier kom je dan. En waar zijn we dan? Bij de zandbak. Hè? Dat is wel groot. En ik ben hier nog gekleed. Nou, laat zien. Zo. Zo. Hey Miran. Als jij nou zou moeten vertellen wat de speeltuin eigenlijk is, wat zeg je dan? Nou, er zitten veel leuke dingen en je kunt er vanaf. Er zijn glijbanen en er zijn veel leuke dingen. Maar Miran, die speeltuin bestaat nu 5 jaar, net zo oud als jij bent. Ja. Dat is wel bijzonder, hè? Ja. Miran, waar ben je nou? Hè? Hoe kom je daar nou? Ik ga hier een grappetje. Miran? Ja? Zit de speelheuvel in de top 3 van leukste plekjes van Houten? Hoeveel kinderen komen hier nou dagelijks? Nou, gemiddeld zo'n 200, 300. Nou, 200. Per dag? Ja. Met ouders. Dat is weer een meisje. Ja. Hebben jullie ook een winterstop? Nee. Nou. In de winter is die wel minder open. Woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 1 tot 5. Een abonnement is 30 euro. Kan ik niet beter zo doen? Ja. Ja.
voorzitter van de Stichting Enter. De speeltuin is een van de paradepaardjes van de Stichting Enter, mag ik wel zeggen. Die continu goed draait. Dat kun je niet altijd van alles zeggen. Maar in ieder geval... Lang zal de leven, lang zal de leven, lang zal de leven, ik heb hoor. De Speelheuvel. En de Speelheuvel bestaat vandaag precies 5 jaar. En dat is een heugelijk moment. Dus het is natuurlijk hartstikke fijn dat een voorziening in Houten Noord zo ontzettend veel kinderen trekt. Eigenlijk alle maanden van het jaar dat het open is. Want in de winter ligt het dus stil, is het dicht. Het is een voorziening die in ieder geval tot zeg maar 10 jaar heel erg goed bezocht wordt door jeugd. En hopelijk kunnen we hier in dit gebied ook nog wat meer uitbreiden. Daar zijn we ook mee bezig trouwens. We hebben net besloten dat hier een milieu-educatiepad komt. Maar Houten is niet alleen Houten Noord. Dus het zou ook heel fijn zijn als er in Houten Zuid wat uitbreiding komt van speelvoorzieningen. We hebben nu Park Schoneveld. Dat is een heel groot speelgebied. Er komt een cultuurcentrum met ook een heel groot buitengebied er nog bij, waar ook gespeeld kan worden. Maar ik denk dat het nog wel wat meer kan in Houten Zuid. Vooral omdat daar ook veel kinderen wonen, die ook allemaal weer ouder worden. En eigenlijk ook gewoon eigen plek nodig hebben. Nou Miran, wat een prachtige speeltuin. Ja. Hij moet straks naar de kant gaan. Oké.